Jullie zijn er weer. Gezellig. Ik heb een verhaal gevonden wat ik wil gaan voorlezen. Het verhaal gaat over mijn oom Fabricus Green, wat hij laatst heeft meegemaakt. Nog niet zo heel erg lang geleden stapte Fabricus Green rond door het 5 mijl kreupelbos op weg naar zijn woning, de Toneeltoren. Het is een prachtige toren midden in het bos. Een toren zoals je die kent uit de vele sprookjesverhalen. In tegenstelling tot die toren zit onderaan deze toren wel een deur waardoor je naar binnen kan. Een lange wenteltrap prijkt naar omhoog, heel hoog. Het dak steekt net boven de kruinen van de omliggende bomen uit, waardoor je vanuit de torenkamer een prachtig ver uitzicht hebt over het Grote Meer, het 7 pond diep en het nabijgelegen dorpje Driepoort. Fabricus Green woont hier al vele jaren. Vroeger heette deze toren gewoon De Toren. Maar theatermaker August Green, het verneefje van de tovenaar, ik dus, heeft de toren omgedoopt naar de Toneeltoren. Enfin. Fabricus kwam aan bij de Toneeltoren. 1000 toverspreuken in een toverhoed. De deur was open. Die had Fabricus niet open laten staan. Wat is er aan de hand? Voorzichtig liep Fabricus de trap naar boven. Wat trof hij daar aan? In zijn tovenaarsbedje lagen niet 1, niet 2, niet 3, ook niet 4, maar 5 slaapkoppen te slapen. Alle 5 netjes op een rij. En het grappige was, ze hadden alle 5 een slaapmutsje op. Ze lagen in diepe slaap en Fabricus kreeg ze met geen mogelijkheid wakker. Hij kon ze wakker schudden. Een beetje zacht, een beetje harder, nog iets harder. Niets hielp. Hij kon ze ook wakker roepen, zo luid als hij kon. Slaapkoppen, wakker worden! Maar de slaapkoppen werden niet wakker. Wat kon hij nog meer doen? Hij kon iemand op een paard langs laten denderen. De paardenvoeten leken wel kokosnoten. Trippeltrap, trippeltrap. Maar ook dat hielp voor geen meter. Dan maar een hele emmer water over ze uitgooien. Er zal niets anders op zitten. Fabricus vulde de emmer bij de waterput vlakbij de Toneeltoren. Het water klotste over zijn schoenen bij het naar boven dragen. Wat voelde die Toneeltoren toch opeens zo hoog? Dan nog met een toverspreuk. Fabricus telde af. 3, 2, 1, splash! Daar gooide Fabricus de emmer water helemaal leeg over de 5 slaapkoppen. Maar nee, het hielp helemaal niet. De slaapkoppen bleven maar slapen. Wat kun je nog meer doen om slaapkoppen wakker te krijgen? Fabricus dacht na. In sprookjes worden knappe prinsessen altijd wakker gekust door een knappe prins. Maar Fabricus zei resoluut, nee, ik ga ze zeker niet wakker kussen, ook als het echt moet. Dan maar een handkusje. 1 handkusje voor alle 5. Maar ook een kus zorgde er niet voor deze slaapkoppen wakker te krijgen. En nu? Daar stond Fabricus dan. Hij kon straks niet in zijn eigen bed slapen, omdat er nog steeds 5 slaapkoppen in sliepen. Fabricus werd er een beetje moedeloos van. Een tovenaar kon toch best wel een oplossing bedenken om 5 gewone slaapkoppen wakker te kunnen krijgen? Dan zat er niets anders op voor Fabricus om elders te gaan slapen. Het landhuis van de familie, Havenstraat de Groenhout 1799. Oh ja, en dan verplicht moeten eten wat tante Juliette klaarmaakt. Ik dacht het niet, zei Fabricus resoluut. Zij maakt alleen maar groenten klaar. Vieze groenten, zoals spruitjes en broccoli. Bleh. Alleen tante vindt spruitjes en broccoli lekker.
August niet en Septimus vindt het ook niet lekker. En wat te doen? Wakker schudden, wakker roepen, veel geluid, een emmer water, een handkus. Niets had geholpen. Er zit niets anders op voor die oude Februs Green om gewoon op de grond te gaan slapen. Maar ja, Februs is morgen weer vroeg op om wederom een lange reis te gaan maken. Dus dan moet hij de wekker maar zetten. Hij draaide de wekker op en ging uiteindelijk op de grond van zijn toneel de torenkamer liggen. Zelf kon Februs geen oog dicht doen. Toch probeerde hij het. Zijn oogleden werden zwaarder en zwaarder. En zwaarder. En... Daar klonk ineens. Dat was de wekker. Oh, Februs schrok meteen wakker. Was het nu al morgen? En niet alleen Februs, ook de 5 slaapkoppen werden direct wakker van de wekker. Ze zaten allen rechtop in een bed met een slaapmuts op 7:30. De eerste slaapkop geeuwde nog na. De tweede slaapkop trok zijn slaapmuts over zijn ogen en zei: "Wat een herrie!" De derde slaapkop zei snel: "Je kan niet eens rustig slapen hier." De vierde slaapkop antwoordde: "Hebben we dat niet al gedaan?" De vijfde slaapkop stond op en zei: "Mannen, kom op. We hebben nu lang genoeg gerust. We moeten een zeer belangrijke boodschap doorgeven aan Februs Green, de tovenaar van Driepoort." Februs kucht een keer heel hard. Sorry. De 5 slaapkoppen zaten geschrokken stil te zitten. "Ik heb de hele dag geprobeerd jullie wakker te krijgen, ondeugende slaapkoppen dat jullie zijn," zei Februs eerlijk en oprecht. "Oeps, het spijt ons dat we niet wakker zijn geworden," zeiden de slaapkoppen. "We hebben een belangrijke boodschap voor u. Voor uw tovenaar Februs Green. U moet dit doosje aan uw neefje Septimus geven." Ze overhandigde een rood doosje. Dat doosje is bedoeld voor Septimus Green. Zodra Februs het doosje vastpakte, waren de 5 slaapkoppen alweer verdwenen. Om elders boodschappen door te geven. En om te slapen. Want dat is wat slaapkoppen doen. Februs nam het doosje mee in zijn koffer naar het landhuis. Om het doosje aan... Wacht eens even. Dit verhaal lijkt heel erg op dat verhaal van de vorige keer. Op dat rode doosje waar ik de diamant vond voor... Dat is het cadeau! Het cadeau voor Septimus! Een verlaat cadeau is dat dan! Ik ben jarig in september! Dit is... voor jou! Wat een feest allemaal! Hier is priklimonade en oliebollen. Ah. Leuk, tante. Dank u wel. Wat een gezelligheid. Nou, kinderen. Het zit er alweer op. Vonden jullie het leuk om naar te kijken? Dan hoop ik jullie weer te zien als we wel gewoon weer buiten theater mogen maken. Zie ik jullie dan. Gegroet! Wacht eens even, August Green heeft nog een vraag. Hallo, fijn dat jullie er nog zijn. Want voordat deze aflevering voorbij is, heb ik nog een vraag. Nou, August. Zeg, ik zie jou de hele tijd met één keer zo dit doen. Misschien is het een ideetje als je het 2 keer doet. Probeer het eens. Ik zal het dus proberen. Het is gelukt, meneer, maar... Hallo, gegroet! Wie zit er aan de andere kant van mijn scherm? Hoi, ik ben Eva. Ik ben Sanne. Hallo, ik heb een vraag. Wie zou je het liefst de hartelijke groeten willen doen? Of, en of, mag allebei een hele dikke knuffel willen geven? Mijn oma's en mijn vriendinnen van handbal en van school, omdat ik ze heel erg mis. Ik mis oma's, ik mis juffrouw's en ik mis vriendinnetjes.
Ah, dat vind ik ontzettend aardig. Ja, nou, dankjewel. Dag. Doei, August. Doei, August. Dag. Nou, het zit er nu echt op. Dag, tot een volgende keer.